deze keer ga ik een verhaal vertellen over een jongetje dat niet zo graag naar zijn moeder luistert. Luister maar. Thomas was soms braaf en soms ondeugend. Maar als hij ondeugend was, dan was hij meestal heel ondeugend. Zijn moeder moest hem vaak waarschuwen. Thomas, Thomas, wees toch braaf. Je mag niet de straat uit, dat weet je. Als je de hoek omgaat, dan zou je de menseneter wel eens tegen kunnen komen. Op een dag zag moeder dat Thomas toch weer de hoek omging. Ze riep hem naar binnen en stuurde hem voor straf naar zijn kamer. Thomas ging op bed liggen, viel in slaap en droomde. Hij sloeg de hoek van de straat om en ja hoor, daar had je de menseneter al. En hij pakte hem. Hij stopte Thomas in een zak en droeg hem naar zijn huis. De menseneter zette de zak op de keukentafel en tilde Thomas eruit. Daarna kneep hij hem hard in zijn armen en benen. Je lijkt me een beetje taai, zei hij. Maar er waren vandaag geen andere ondeugende jongens op straat. En ik heb erg honger, dus ik zal wel wat lekkers van je kunnen klaarmaken. Oh, dat is waar ook. Ik heb helemaal geen kruiden meer in huis. Vrouw, vrouw! De vrouw van de menseneter kwam de keuken binnen en zei, wat is er? Ik heb een ondeugende jongen voor het avondeten gevonden, zei de menseneter. Maar ik ben vergeten kruiden te kopen. Let op hem terwijl ik naar de winkel ga. Thomas keek de vrouw van de menseneter angstig aan en vroeg, eet uw man 's avonds altijd kleine jongetjes? Meestal wel, zei de vrouw van de menseneter. Maar alleen als het ondeugende jongens zijn hoor. En eet hij niets anders? Vroeg Thomas. Geen pudding. Oh, we zijn dol op pudding, zei de vrouw van de menseneter. Maar vaak hebben we helemaal geen geld om pudding te kopen. Mijn moeder maakt vandaag pudding, zei Thomas. Ik weet zeker dat ze u wel een stukje wil geven. Zal ik naar huis gaan en het vragen? Oh, dat is goed, zei de vrouw van de menseneter. Maar zorg er wel voor dat je op tijd thuis bent voor het avondeten. Thomas rende weg zo hard hij kon. En toen werd hij gelukkig wakker. Hij zuchtte diep. Wat was die droom goed afgelopen, zeg. De volgende dagen was Thomas heel braaf. Maar toen vergat hij de droom weer. En op een dag sloeg hij toch de hoek van de straat weer om. Zijn moeder zag het. Hij moest voor straf binnenblijven. Thomas ging op de bank in de huiskamer liggen, viel in slaap en droomde. Hij sloeg de hoek van de straat om en ja hoor, daar had de menseneter hem weer te pakken. Hij stopte Thomas in een zak en droeg hem naar zijn huis. Dit keer zal je niet ontsnappen, zei de menseneter. Ga onder die oude bank liggen en steek een van je benen onder de bank uit. Die heb ik nodig om soep van te maken. Bevend van angst kroop Thomas onder de bank. Maar opeens kreeg hij een slim idee. Met alle kracht die hij had, trok hij een poot van de bank los en stak die naar voren. De menseneter pakte een bijl en hakte er een stuk af. De houtsplinters vlogen in het rond. Kleine bedrieger, riep de menseneter boos, steek je been uit! Thomas begon te schreeuwen en werd wakker. Hij lag op de grond voor de bank en hield met zijn handen een van de poten vast. Zijn moeder kwam de kamer binnen. Thomas vertelde haar over zijn akelige droom. Oh, wat ben ik dom geweest, zei zijn moeder. En ze sloeg haar armen om Thomas heen. Ik had je niet zo bang mogen maken. De menseneter bestaat niet echt, hoor. Thomas was heel blij, maar voor alle zekerheid bleef hij voortaan toch maar in de straat spelen.